Ja, natuurlijk Fischie weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van Hoger en Lager, aflevering nummer 13. En ik ben in dezelfde lobby gebleven, zoals je kan zien. En we gaan nu... we gaan nu voor de speler voor 2 keer de HDR, 2 keer 1000 punten. Speel ik trouwens met hardliner? Nee, ik speel niet met hardliner. Ik speel Flat Jacket Ghost meestal op... Op Black Ops 2. Omdat ik, ja, weet ik niet. Dat vind ik gewoon, Oei. Capturen. Securing Alpha. Wat is het? Ja. Jij bent klaar. Oké, klaar. Man. Ik ga de B niet te pakken natuurlijk. Ja, gaat wel 200 punten opleveren. Gaat gewoon gokken. Piep. Oh my god! Ik heb nog steeds geen... Oh! HR! Wou ik net zeggen. Oké. Ik denk dat het dan makkelijk is, hè? Maar dat is het dus niet, hoor. Capture kill. Waar dan? Ah, jammer! Hé, ik zag hem niet aankomen. We hebben geen UAV's natuurlijk. Kan ik toch 200 puntjes mee pakken. Maar we hebben in ieder geval 1 HR. En dat is wel heel erg fijn. Laat het ding gewoon lekker rondrennen. Hup. Ah! Kom op jongens, een beetje UV's in de lucht gooien. Ik moet al een beetje mazzel hebben. Kom op. 11-2 al. Ja jongens. Zo, ga jij even dolfijn duiven. Oh. Ik moet gokken hier. Oké. Losing A. Dat zou je denken. Nou, dan kan ik deze al pakken. Oké, dat is nice. Oh, wow, leg spike. Oh. Hup. Goed zo, Chris. Ja, 2e HR. Oh, yes. Goed gedaan, Chris. Natuurlijk. Zo kennen we Fishy. Waar zit hij? Ja. En achter me. Jammer. Afterlife. Kill 19-3. Eerste ronde nog. Oh, we gaan echt lekker, jongens. Oh, dat was slecht voor mij. Ik gooi mijn C4 op dat randje. Ja, ik vind C4 echt met een SMG is echt lekker spelen, jongens. Serieus, dat is serieus shit. Hé, hey, de andere niet! Dat staat er helemaal nergens op te houden, zou je zeggen. Want, ja. Je moet gewoon... Ja, daar kun je alleen maar een dubbelkill mee maken, soort. Maar ja.
En bye bye, motherfucker. 26-4! Boom! Eerste ronde. Dat is lekker. Dat is mooi. 26-4. En ze kwitten weer. Kom op nou, ik speel nog niet zo 100% goed. Dat is altijd zo. Als je gewoon een beetje redelijk speelt, dan gaan ze kwitten. Zo kut is dat, jongen. Terwijl ik gewoon... 26-4, ik speel eigenlijk... Ja, ik speel alleen maar met zo'n karretje. Nou, wat heeft een karretje gekillt? Misschien 3-4 kills of zo. Het zal nog wel meevallen hoeveel kills hij gemaakt heeft. Maar ja, 26-4 gewoon. What the fuck. Secure the objective. Eindelijk een lekker potje en dan gaan ze kwitten. Teringleiertjes. Dat is altijd wel kut, weet je? Ik vind altijd bullshit. Dat was 6 caps. Ja, capturen maakt niet uit. Lekker capturen. Voor de punten natuurlijk. Maakt ook nog best wel veel kills hoor. Ja toch? Je maakt best wel veel kills nog. Oh, waar is hij dan? Oh, ze zijn gekwit natuurlijk. Ja. Denk al. All flags secured. Hold your positions. Oké. Eentje boven, maar daar kan ik niet naartoe gaan. Friendly counter UAV inbound. Oh, dit was slecht. Oh, dit was zo slecht. Kijk dit. Oh, ja. Nou, het was wel een quickscope. Oké, het was een quickscope. Maar toch, het was slecht. Muscle. Hey, waar zat hij dan? Zo. Even kijken of ze hier zijn. Die hele cap interesseert mij helemaal niks meer. Zo. Oh, de spons hier natuurlijk. Denken ze hier weer spawnen. Want, nou, normaal gesproken wel. Maar vandaag niet. Doei. Redelijk goed, hè, jongens. Lululul. Ah, kom op. Er zat er nog eentje daar te hek, motherfucker. Ja, dat is ook altijd een probleem. Ze gaan natuurlijk niet meer voor de overwinning. Dat heb ik niet in. Even kijken. Kom op. Nee, hij is weg. Ja. Ze zijn weg, jongens. En dat is wel jammer. Oké, ze is ook weg. Hup, even die pakken. Securing A. Ja. En een bouncy sletty. Echt zo kut. Dan heb je al eerst een goede ronde. En dan de tweede ronde alleen maar om ze gaan kwitten. Want ze waren zo lekker slecht, snap je? En ja, je moet soms een lekker slechte... tegenstanders hebben om gewoon een lekker potje te hebben natuurlijk. En zo werkt het ook gewoon. Zo is het spelletje gewoon. Ja. Je gaat goed als je slechtere tegenstanders hebt. Zo simpel is het gewoon. Altijd. Hier PU-8's. Nou, jammer. Ik ga ook niet de 40 kills denk ik halen. Nee. Wauw! Bouncy Betty aan de ene kant. Target Finder en een Wake Weer en een Trophy System zag ik nog staan. Jezus. Doei. Altijd C4 gebruiken. C4 is overpowered. En overpowered dingen moet je eigenlijk wel een beetje gebruiken in deze Call of Duty. Jezus mensen. Oh, er zit echt van die gasten bij. Die lopen echt te... Ja, gewoon een beetje te kutten gewoon, weet je. Het gaat helemaal nergens. Ah! En dan bij ons gaan ze kwitten zelfs. Dat is toch eigenlijk heel raar. Oh oh. Ah, het is makkelijker joinen. In een potje eigenlijk. En je gaat er gewoon helemaal nergens voor. En je gaat gewoon lekker een beetje snipen, een beetje kutten, weet je ik veel. Weet je, dan maakt het eigenlijk weinig uit.
36-11, wel een redelijk goed potje nog. 200 tegen 111 gewonnen. Maar ja, ik had echt veel meer ingezeten, maar ja, dan hadden die gasten er gewoon in moeten blijven. Kut zo, dat vind ik echt kut, weet je? Dat is eigenlijk elk potje in Black Ops 2. Maar ja, we winnen in ieder geval, ja toch? Dan gaat het erom, ik heb weer gehaald. En ik wel maar twee keer. Volgende keer moeten we de... Wat moeten we de volgende keer gaan doen eigenlijk? Ja, we zitten nu al boven de 1000 punten. Dus... Is dat de Orbital zijn? Voor mij de Orbital? Of de Stealth Chopper? Voor mij de Stealth Chopper toch? Ik weet niet zeker. Stealth Chopper, ja. Stealth Chopper en dan de Orbital. Oh, en dan tot hier. En dan die ook nog twee keer. De Lodestar. Holy shit. En dan... Oh nee, Lodestar moet één keer. Want dat was de onderste rij. De laatste vier moeten maar één keer. Maar ja, de Warlock even nog gewoon met 1400 punten twee keer halen. Holy shit. Dat zou nog een stuk lastiger worden. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Bijna 5000 punten. Mooie pot. Tot de volgende keer. Bye bye.